klinkt spannend. Jongens, The Road Home. Het begin was veelbelovend. De tweede track die we gaan doen, welke is dat? Too Cold to Run. Too Cold to Run. Oké, okay. The Road Home live bij Baden ter Wijnand op 3FM. Dames en heren, The Road Home! Jongen, 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 jongen. Ook de tweede knalte gaan weer lekker op. Ik ben vergeten hoe die heette. Too Cold to Run. Too Cold to Run. Wat heb jij een geheugenspeel, man? Ja, maar hij zegt het 20 keer in het refrein. Dus wat dat dan gaat, kun je het niet missen, toch? Dat is ook weer waar. Ja, dat is, maar daarom heb ik jou ook bij me. Ja, dat is een goede stuk natuurlijk. Hey guys, even een vraagje. Het klinkt heel cliché, maar hebben jullie een inspiratiebron? Zeker. Nee, omdat via de chat, 3fm.lichtsnel.nl, komt ook binnen Blink-182 en Bruce Springsteen. Hey, that's a good one. Bruce Springsteen en Blink ook. Dat is een jeugdsentiment voor ons, Blink natuurlijk. En we zijn nog steeds zo hartstikke jong. Maar Bruce Springsteen is zeker een grote inspiratiebron. Ja, absoluut. Dat is ook, dat is te horen ook, zeg. Potverdikke me. Maar wel goed, jongens. Helemaal top. The Road Home. We doen er zometeen nog eentje als we tijd hebben. Maar dat moet wel goed komen, denk ik. All right.
Er is daar ook eentje een beetje ziek, hè? Die staat daar gewoon heel rustig zijn gitaar nu een beetje af te stemmen en toestanden. Maar die was gewoon ziek vandaag. Met 20 aspirines in zijn mix staat hij hier nog. Die eerste gang. Nou, respect hoor. Hij ziet er ook echt uit als een vader. Ja, dat mag ik dan toch zeggen als je toch ziek bent. Ja, dat maakt het allemaal niet uit. Ja, hoe laat word je opgebaard? Dat is een beetje de vraag. Wanneer kunnen we komen condoleren?